Wat is up, dames en heren? Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag is het de hoogste tijd to set the record straight. Want, we weten natuurlijk allemaal, Max Verstappen kwam al vroeg op voorsprong. Ging aan de leiding in Spanje, Catalonia, maar wist uiteindelijk de race niet te winnen. Het is nu aan ons om ervoor te zorgen dat dat wel gaat gebeuren. En dat doen we in de nieuwe F1 2021 game. Kies een Grand Prix. Deze deleten we heel even. Zetten we nieuw op. Spanje zit in de game. De nieuwe hairpin bocht, althans die is aangepast, die zit er nog niet in. Mogelijk komt dat met een latere update. Want er komen ook nog drie tracks later via een update naar de game. Dat is natuurlijk Imola, Portimao en Jeddah. Dus ik heb wel een goed gevoel hierover. En gaan gewoon checken of we kunnen winnen van Lewis Hamilton in Spanje. Daar zijn we dan. In Spanje. En ik moet zeggen, het is een circuit wat mij over het algemeen wel ligt. Ik vind het een heerlijk circuit om op te rijden. Je komt redelijk goed in de flow en een ritme. Wat natuurlijk erg belangrijk is. Het is een circuit waar ik echt heel graag nog een keertje naartoe wil. Ik heb een aantal circuits op mijn lijstje staan waar ik absoluut een keertje heen moet. Spa-Francorchamps staat erop, ben ik geweest. Monza staat erop, ben ik geweest. Zandvoort staat er natuurlijk op. Ben ik nog niet geweest met Formule 1. Maar ga ik in september heen. Als alles doorgaat. Ik heb in ieder geval tickets. Catalonia is er daar zeker eentje van. Ik zou er 2 jaar geleden, dacht ik, heen gaan. Met mijn broertje en wat vrienden. Is om een of andere reden niet doorgaan. Ik kan me niet zo 1, 2, 3 meer herinneren waarom dat was. En ook absoluut wil ik een keertje naar Mexico en Brazilië, man. Dat vind ik zulke toffe circuits. Suzuka natuurlijk ook. Rijke geschiedenis. En we gaan even kijken vanaf welke plek we gaan starten hier. We moeten dus Lewis Hamilton verslaan. Dat is de bedoeling. Lewis Hamilton de pole. Bottas op 2. De Mercedes lockout. Wij vanaf P4. En de Ferrari is in onze nek. We kijken gewoon heel even de complete grid af. Mazepin op P11. Doet hij goed. Gasly, jongen. Ik verwacht meer van je. Giovinazzi. Natuurlijk worden deze realistische grids worden nog gefixt in F1 2021. Dit is een preview beeld. Dus maak je geen zorgen. Gaat helemaal goed komen. We gaan gewoon voor de standaard setup. We gaan niks aan de auto veranderen. En dan kijken we of we kunnen winnen. Goede start. We hebben geen ruimte om tussen de Mercedes in te komen. Dan moest ik even flink op de rem om niet in de achterkant van die Mercedes te eindigen. Hier probeer je zo vroeg mogelijk op het gas te gaan, maar de Mercedes deed dat een stukje sneller. Volgens mij een kleine touché met Hamilton. Klein, want er is verder niks aan de hand. Niks afgebroken ook. Merk dat ik hier wel wat vleugel mis. Want normaliter is liften voldoende. Nu moet ik echt terugschakelen. En wat ik zei, je merkt dat de bandensimulatie echt anders is in deze game. Beter is geworden. Dus dat is een goed ding. Maar ik merk ook dat wanneer je achter auto's rijdt, dat de vuile lucht meer lijkt te doen dan voorgaande jaren. Hier met de overtake button achter Hamilton. Probeert me te knijpen, maar we hebben hem. Nu alle pijlen gericht op Bottas. ERS sparen we nog even. Of de overtake button, zo moet ik het noemen. ERS staat al automatisch gemapt.
Dat is sinds vorig jaar zo in de game. Volgens mij zit er nog geen DRS in de game. Dus we moeten hem echt puur op snelheid verslaan. En dat is lastig wanneer de Mercedes auto harder gaat. We moeten dus wel echt goed gebruik maken van de overtake button. Ik zie toch wel dat bij midden slow corners dat we wel echt sneller zijn dan de Mercedes. Maar dat we hier dan net tekort komen. Oké, we zitten in de slipstream. Overtake button aan. Paarse sector. Hij verdedigt de binnenkant. Oh, maakt daar een onverwachte beweging. Dit is onze kans. Ik gaf hem daar nog ruimte. Hier een beetje laten uitlopen. Proberen in ieder geval die groene lijn te raken. Dan heb je minste weerstand. Hier vroeg op het gas. Pas op dat je met je linkerwiel niet in het zand komt daar. Want dan ben je echt meteen gezien. Trust me. Ik spreek uit ervaring. Hier een klein stukje zand meegepakt. Als ik hem zo neem, dan is liften voldoende. Hier de corner speed zo hoog mogelijk proberen te houden. Hier probeer zoveel mogelijk curb te pakken zonder dat je je auto helemaal overhoop gooit. En hier maximaal gebruik maken van het asfalt. Was niet helemaal clean. Maar did the job. Hier toch wel oppassen met de curb. Nu met relatief frisse bandjes is dat niet zo'n probleem. In een race waarbij je al tig rondes hebt gereden op een band. Kan dat echt een tricky stuk zijn. Ga je daar ook te vroeg bijvoorbeeld op het gas? Vergeet het maar. Je bent gezien. En ook dit. Zeker wanneer je onder druk staat. Is altijd een gevaarlijk punt. Maar we rijden in ieder geval Bottas het snot voor de ogen. Dit is dus nog de oude chicane. Hij is dit jaar aangepast. Ik vond het niet zo heel tof, die aanpassing. Of dat ook in de game gaat zitten? Ik denk het wel. Heb ik nog niets over gehoord, moet ik zeggen. Maar we krijgen Portimao, Imola. Die komen allemaal via gratis DLC alsnog naar de game. Dus ik kan me zo voorstellen dat ze een variatie op Catalunya ook in de game zetten. De game heeft sowieso altijd meerdere variaties op bepaalde circuits, hè. Zo zijn er verschillende varianten op Silverstone. Ook een circuit. Ook een classic, laat ik het zo zeggen. Waar ik echt nog een keertje heel graag naartoe zou willen. Ik moet zeggen, ik hou toch wel van deze vernieuwing in bandensimulatie in de game. Het voelt echt heerlijk. Ik hoop dat het in de main game net zo gaat zijn. Elke keer goed gebruik maken van de overtake. Ook op deze straights. Want dat is waar ik het gat ook moet slaan met Mercedes. Want je ziet dat ze gewoon normale straight line speed zijn ze gewoon sneller. Nog twee bochten te gaan. En ja hoor. Hij is in de pocket. We did it. Max Verstappen. Gewonnen op Catalunya.
Dezelfde plek waar hij ooit zijn eerste Formule 1 race won. Wat een prachtige dag was dat ook. Driver of the day. Kan ook niet anders natuurlijk. Zonder achter de Mercedes'en. Kende een goede start. Werd er redelijk goed geblokt wel door Mercedes. Maar we wisten uiteindelijk toch het klusje te klaren. En dit is wat we natuurlijk graag willen zien. Max Verstappen op P1. Staat nog aan de leiding in het wereldkampioenschap. Laten we alsjeblieft hopen. Laten we hopen. Los van of dat hij wereldkampioen gaat worden of niet. Dat het in ieder geval tot aan het einde van het seizoen een spannende strijd blijft tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. En hier staat hij. Tussen twee Mercedes in. Volgens mij zag ik daar ook Adrian Newey. Lekker hoor. En de Spanje is verdiend. En ja, dat is zeker Adrian Newey. Wat ik al zei, de player models zien er beter uit dit jaar. Maar vooral ook die van de teambazen. Noem het allemaal maar op. Hier zien we dus Adrian Newey. Maar Christian Horner zit er natuurlijk ook in. Toto Wolff, noem ze allemaal maar op. En dit was hem. We hebben de snelste ronde gereden. 1 minuut 19.631. En dat levert ons ook een eerste plaats op. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video vinden, vergeet dan alsjeblieft niet het duimpje omhoog achter te laten. Dat helpt het kanaal enorm. En vergeet niet te abonneren. Voor nu, bedankt voor het kijken. Later deze week nog meer Formule 1 2021 video's. We gaan nog op Silverstone rijden. We gaan nog even op Baku rijden in de nacht. Dus mocht je dat niet willen missen, abonneer je dan. Voor nu bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later!